Vlinderstad Emmen. Welkom op mijn YouTube-kanaal Mensenpark René Postuma Emmen. Ontdek Emmen en diverse locaties. 2023. Vincent van Goghjaar. Drenthe, kunstenaar Vincent van Gogh. Ik ben in een prachtig land, schreef Vincent van Gogh in 1883 aan zijn broer Theo. Het land waar hij op doelde was Drenthe. Die provincie ademt nog de sfeer van jaren her. Hier zijn hunebedden, prehistorische grafmonumenten, uitstekend bewaard gebleven. Zij nodigen de mensen uit tot een flinke stap terug in de tijd. Zet de zandloper voor een paar minuten een eeuw terug. Hunebedden zijn de oudste monumenten van Nederland. Hunebedden. Een stap terug kan worden gezet bij... Drenthe is zo mooi. Zozeer pakt het me algeheel in en voldoet mij absoluut. Dat ik, indien ik niet voor altijd hier kon zijn, ik liever niet gezien had, schreef Vincent van Gogh. Mooi is Drenthe nog steeds. Hunnebedden en prachtige brinkdorpen met Saksische boerderijen en molens liggen verspreid in een vredig en nog gaaf landschap. Laat je inspireren door Drenthe. Het overkwam Vincent van Gogh ook in 1883.
Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer mijn YouTube-kanaal Mensenpark René Postema en mijn Stad van Speciaalzaken, Wildlands Adventure Zoo, Atlas Theater, Raadhuisplein, Hondsrugtunnel, Enzepark, Vlindermarkt, Grote Kerk, evenementen en festivals, over Els Communion. Drenthe, bronnen. Hunebedden door heel Drenthe en Groningen. Hunebedcentrum Borger. Tekst, brieven van Vincent van Gogh aan zijn broer Theo, bibliotheek Miskeri. Video en fotografie, montage, Mensenpark René Postuma. Voice-over Els Collignon. Muziek, natuur met vogelgeluiden.